Hey mensen, welkom bij deze hele korte video, mate. Wat ik even zeg wel, ik had gisteren verteld in mijn vlog dat ik er bijna elke week naar Nijmegen ging. Ja, weet je, niet elke week, maar wel vaak, maar niet elke week hoor. Dus ja, dat was een beetje een foutje voor mij. Ik zal jullie vertellen waarom ik er zo vaak kom. Nijmegen, dat is mooi, het is een mooie stad. Ja, met een mooi centrum en dicht aan het water, aan de Waal. Dat kennen jullie vast allemaal wel. Kijk, je hebt daar een hele leuke terrasje, je zit aan het water, de stad is mooi. Ik kom zelf het meeste op de Nieuwe Markt, want daar is gewoon relaxed, daar kan je lekker zitten. Ik ga er altijd met een maatje van me heen, dan rijden we samen daar naartoe. Ik op mijn eigen bike en ja, weet je, het is wel leuk om daar gewoon te komen, gewoon normaal. Ja, ik dacht, ik wou toch even tegen jullie zeggen, zo, wat ik zei gisteren tegen jullie, dat ik elke week kwam. Maar elke week is wel een beetje overdreven natuurlijk, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ik heb niet altijd tijd om elke week naartoe te gaan. Als ik die tijd wel zou hebben, zou ik misschien wel doen. Maar ja, die tijd heb ik niet, dus helaas, het houdt dan op. Ja, zoals ik jullie gisteren had gezegd, ik beloof jullie bij deze, als ik ga, dan ga ik onderweg een beetje filmen voor jullie ook. Want er zijn best wel veel mooie stukjes waar ik langskom en waar ik dan toch eigenlijk wel op film wil zetten voor jullie. En dat ga ik dan ook zeker wel doen. Ik weet nog niet of ik. Het is nu de 16e. Maar ik weet niet wanneer ik weer ga. Maar ik kijk wel even. En als ik weer ga, dan ga ik het zeker voor jullie filmen. In ieder geval even heel. Dus ja, dus wat ik net dus al zei. Weet je, ik ga niet elke week eens wat ik gisteren zei. Die tijd heb ik gewoon niet. En ik wil het toch even rechtzetten met jullie. Want ik had gisteren wel gezegd. Maar dat is niet zo. Ik kan niet elke week en die tijd heb ik ook niet. Want ik heb ook een hele goede vriendin van mij en die heeft me ook heel hard nodig nu. In deze tijd, want het gaat niet goed met haar. Dus ik wilde nu gewoon echt voor haar zijn. Zeg maar dat ze mijn steun kan hebben. Ja, voor de rest, ik ben gewoon druk. En in ieder geval, nou, ik vind het kort en bedankt voor het kijken naar deze hele korte video. En ik zie u dan bij de volgende video. Doei doei!